The critic of the bond is the Uka Parvente. For father, je naar het ook steeds in die lijn dat je kan terugbrengen voor me. Dat de mensen zeggen, jullie zijn omgekocht en dat jullie daarom niet. Hoe gaan jullie daarmee om en hoe denken jullie dan? Ja, de mensen achter zitten krijgen. Ja, dus hier en de mensen die vinden dat we zijn omgekocht, die bewijslast, nee, maar die bewijslast is bij hun. Dus ik zeg voor mezelf, van jij en al, ik vind dat het maar bij mij, dat ik mijn jantje om me, dat bewijs me. Is dat niet al? Mijn ego had me idee. Oefen. Maar even. Oefen naar een factuur, de man dat pe. De man dat de man goe actie de man, zo tjoe me de man, ja. Dus, met dat de man bewijslast, de dat is massa. Is dat beter? Zijn vindt dat hij weer niet aan het doen bent. Is vaker gezegd toch? Vakbondsleiders, de huidige vakbondsleiders worden omgekomen. Weet je niet, omkoelbaar, tenminste ik niet. Die, ik heb je gezegd, daar eerder heb ik je aangegeven. Ga ze zoeken bij Rafaxuur, heb je een klein deel daar. Die zijn omgekomen. Die leiders zijn omgekomen. Er zijn meningen in Rafaxuur. De chowmen eters. Nee. Er zijn meningen in Rafaxuur die geen probleem hebben met deze btw-verhogingen. Ja toch? Ze hebben geen probleem daarmee. Ja toch? Ze zeggen van jaren, if een verhoging voert door, dan land ik dan bij mijn verhoging. Maar dat is natuurlijk een vet zijn broekvak verhaal. Want dan landt hij op een verhoging uit je eigen zakka. Ja toch? Wij zeggen, we zijn ook voorstander van die verhoging. Maar met een verhoging moet je een trapresie. Dat zeggen we. Weet je? Dus, op dat stuk denk ik dat we elkaar niet kunnen vinden. Ja, vandaar dat we zo ook nog weer de maar doen aan kogen voor actie. Maar de regering ziet er een factuur meer als gesprekspartner. Ja, maar die voorzitters hebben ook nauwelijks bonden achter zich. Nee, maar formeel, blijft dat zo. Daarom zijn we niet, als CC van de UNO, maar een factuur. Ja? UNO, wat ben je een wat zei je? Ja. En als het nodig is, gaan we ook naar de meetings met de regering.